Het was in 2009 dat de gemeenteraad initiatief heeft genomen om met de stadsdichter te komen. Dat wilde de raad heel graag om wat meer aandacht te vragen voor Amstelveen en aandacht voor cultuur. We hebben de eerste stadsdichter gehad tussen 2010 en 2014, dat was Koos Hagen. En toen begin 2014 is gezegd van, goh, zou het niet leuk zijn om nou vooral te kijken of er een jeugdstadsdichter kon komen. Nou, dat is helaas niet gelukt en nu proberen we het opnieuw. We zijn nu op zoek naar een stadsdichter en nodigen natuurlijk vooral ook jeugdigen uit om mee te doen. Een stadsdichter die schrijft gedichten natuurlijk, dat spreekt voor zich, heeft een band met Amstelveen. En dat betekent dat hij minstens één keer per maand een gedicht schrijft en vaak ook optreedt. Bijvoorbeeld bij de gemeenteraad of bij bepaalde bijeenkomsten, dodenherdenking of Koningsdag, weet je wel, dat soort gelegenheden. Dus je moet gewoon goed kunnen schrijven. Je moet een band hebben met Amstelveen en het ook leuk vinden om dat voor een publiek te vertellen en te performen. Nou, we maken geen onderscheid tussen leeftijden en jeugd of wat dan ook. Het leek ons wel, dat leek de raad wel leuk om echt een jeugdstadsdichter te hebben. Omdat het toch, jongeren hebben een wat andere kijk op dingen, bepaalde onderwerpen die de jeugd aangaat. Maar dat maakt eigenlijk niets uit. We willen heel graag dat er gewoon een goede stadsdichter komt. En als het een jeugdstadsdichter is, nog mooier. Kijk vooral op de site, want daar staat alle informatie op. www.amstelveen.nl En daaronder staat dan weer stadsdichter. Je moet in elk geval drie gedichten gaan uploaden, zoals dat zo mooi heet. Of insturen mag ook. Dat moet je wel doen voor 15 november. En dan gaat een jury beslissen welke mensen die gedichten mogen voordragen. En die kiest de stadsdichter die voorgedragen wordt om benoemd te worden door de gemeenteraad. Dus kijk vooral www.amstelveen.nl/stadsdichter. Tot 15 november kun je gedichten uploaden. Dus ik zou zeggen, doen.